Processies zijn erom gehouden te worden. Mei maand is de processiemaand, maar ook in juni hadden we een weinig week geleden de processie van Valkenswaard naar Handel. Een week naar de hand is er ook een processie, maar die processie die is veel ouder. Komt vanuit Geldrop. Waarom ze hier naar Handel trekken, hoort u zo meteen van de voorzitter. Meneer Parre, we hebben vorige week een processie van Valkenswaard naar Handel gehad, maar dit is een hele andere processie. Ja, deze is veel en vele malen kleiner, maar heel erg intensief. Dus ze hebben een hele hechte groep die elk jaar graag naar Handel lopen uit overtuiging om bij Maria wat troost te kunnen zoeken. Nou, en ja, wij zijn wel eens jaloers op Valkenswaard natuurlijk, omdat ze met zoveel mensen zijn. Maar jammer genoeg krijgen wij die mensen niet bij elkaar. Het is bij ons wat anders georganiseerd dan in Valkenswaard. Maar waar komen jullie dan vandaan, als ik vragen mag? Wij komen allemaal uit Geldrop. Van de Brigida parochia, tegenwoordig heet dat Nicasius. Dus een wat grotere parochie, daar valt Hezen, Sterksel, daar valt er ook onder. Maar uit die gemeente, maar de meeste komen uit de gemeente Geldrop zelf. Wat is dan de intentie om deze toch mooie devotiedag te maken? Want wandelen jullie ook 2 dagen? Nee. Ja, sommige mensen die blijven hier bij Verzandvoort overnachten. Dat is wel zo. Wij wandelen wel 1 dag heen, zaterdags heen en zondags dan terug. Maar er zijn ook een heleboel mensen die al vanavond naar huis rijden en dan morgen vroeg terugkomen om weer terug te lopen naar Geldrop. Maar wat is dan eigenlijk het verschil met Valkenswaard en het verschil met Geldrop? Ja, wat ik begrepen heb van Valkenswaard is dat het georganiseerd in een broederschap. En per definitie zijn alle verenigingen in Valkenswaard lid van die broederschap. En met een vereniging heb je altijd veel jeugdig publiek. Veel jeugdige mensen. Voetbalvereniging, volleybalvereniging, is allemaal jeugd. En die komen hier en zoals Gerard van Maasakker dus wel eens bezingt in het liedje Salve Regina. Komen ze voor Maria, voor Bavaria of komen ze voor elkaar, dat zou ook kunnen. Maar die hebben een wat andere intentie denk ik. In de bedevaart naar Handel dan wij hebben. Wij komen hier echt voor Maria als troosterin of hoe je het ook wilt zoeken. Maar in ieder geval daarvoor komen we. Maar is het dan ouder als Valkenswaard, de processie vanuit Geldrop? Ja. Wij zijn precies, dit jaar is onze 350ste bedevaart. En dat is dus 50 jaar ouder dan Valkenswaard. En dat komt, heeft zijn oorsprong in de bediening van het katholieke geloof. Dat mocht in die tijd, mocht dat niet. En toen moesten de mensen die wouden biechten of iets of een huwelijk wouden sluiten, die moesten naar pastoor Aldenhuizen. Dat is een van de pastoors uit de historie. Die moesten naar Handel toe om daar de sacramenten te kunnen ontvangen. En dan nu ben je in Handel, 350 jaar geleden eigenlijk al ontstaan. Krijg je dan nog een grotere groep bij elkaar? Want er was nu al een mooi groepje bij elkaar. Ja. Je hebt een hele dag gelopen. Ja. Is het intentie om de groep nog een keer wat groter te krijgen? Ja, dat is steeds onze intentie natuurlijk. Er loopt nu wel wat jeugd bij. Maar ja, je kunt jammer genoeg de jeugd, de ontkerkelijking die heeft overal toegeslagen. En die jeugd kun je heel moeilijk meer entameren om dat te doen. Hè. Die overtuiging is er niet per definitie. Kijk, als we zeggen je krijgt een vrijkaart voor de time-out in Gemert, dan zou dat misschien nog lukken. Maar dat is het probleem wel voor ons, ja. Tijd om een kaartje aan te steken en te hopen op goede opvolgers. Ja, dat is zeker. En dat doen we nou, het kaarsje brandt al in de kerk. Dus dat gaat wel goed, ja. Kinderen van Maria, zijt gij.